Er wordt door sommige teleurgestelde vandaag site-kijkers gemopperd over de gastenlijst van de winterse vervanger met Helene Hendricks, de Oranjewinter. Die zou niet conservatief populistisch genoeg zijn, zoals die van VI. TV-criticus Victor Vlam denkt dat John de Mol haar dat opdraagt, zodat zijn zender SBS6 ook bij linkse mensen in trek blijft. John kan het uitoefenen van invloed op de gastenlijst van VI natuurlijk wel vergeten, maar Helene is nog lekker kneedbaar. En meer linkse gasten aan tafel betekent meer linkse kijkers, dus meer kijkers in totaal voor zijn tv-station SBS6, redeneert Victor. Zelf vindt hij dat onverstandig, juist omdat Helene wel het VI-publiek moet pleasen. Hoe dan ook, het is volgens Helene allemaal onzin. Ze komt er gisteravond op terug in het slot van haar uitzending, als ze de gasten van de volgende dag vandaag dus aankondigt. Ik kreeg net een berichtje van ome John en die zegt, we moeten toch echt meer die linkerkant opgaan, dus morgen komt Lilian Marijnissen. John belt niet. Sidekick Jack van Gelder vindt het prima dat de opgestapte SP-leider langskomt. Ja, maar Lilian is een schat, die kunnen we hebben. Helene daarop, die kunnen we hebben. En Albert Verlinde zit er. Nee, natuurlijk heeft John niet gebeld, want die bemoeit zich helemaal niet met de gasten. Zo is dat ook uit de wereld. En dat moest ik niet zeggen, dat wilde ik graag zeggen. Moet Helene dit nou wel van John zeggen? vraagt Jack zich grappend af. Je hebt opslag gekregen, hoor ik. Helene, ja, inderdaad, en veel ook. Ja, was het maar zo'n feest. Overigens had Helene ook het nichtje van John, Noah Valen, in de studio zitten. Zij werd lekker veilig niet gevraagd naar de massale kritiek die ze heeft ontvangen nu ze zich meer en meer begint te gedragen als Nepo-baby. Hoe, de VI-traditie die Wilfred Gené heeft opgebouwd is toch dat er op ieder relletje wordt gesprongen? Ah, natuurlijk, Helene is de mentor van Noah. En dat bewijst maar weer eens dat dat in zo'n setting automatisch tot een conflict situatie leidt, want iedere andere gast zou daar wel mee geconfronteerd zijn. Volgens communicatie-expert Lars Duursma moeten dit soort dubbele belangen altijd benoemd worden aan de kijker. De kijker moet weten vanuit welk belang jij iets zegt, en dat maakt voor mij die verhouding tussen coach en coachie eigenlijk zo problematisch. De kijker weet zo niet wat er aan de hand is.